De druk voor wat betreft het verplegend personeel is heel erg zwaar nu, vooral met de derde golf. We spraken daarover met medisch directeur Sunita Nenanpandey Gopisingh van het Slans Hospitaal. We spraken over ook het vaccinatiegebeuren bij het Slans Hospitaal, maar ook nog de herdenking, CQ-viering van 12 mei, de dag van de verpleging. U hoort medisch directeur Sunita Nenanpandey Gopisingh in gesprek met CBN Prime Alert. Op welke wijze heeft Slans Hospitaal vandaag hulde gebracht aan het verplegend personeel? Nou, zoals de samenleving gewend is, werd de dag der verpleging altijd heel groots gevierd met muziek, dans en huldigingen. Helaas door de situatie, de welbekende COVID-situatie, hebben we dat dus dit jaar weer niet kunnen doen. Vorig jaar was het ietsje uitgebreider, omdat we toen net uit die eerste kleine golf kwamen en iedereen was opgelucht dat de COVID-gevallen toen naar nul waren gereduceerd. Dus we hebben toen de groep die de zorg had verleend, hebben we flink in de bloemetjes gezet. Dit jaar, we zitten midden in de derde golf, de mogelijkheden tot viering heel weinig en beperkt, ook financieel. Maar de directie heeft gemeend toch een klein programma te draaien. Er is een commissie van de verplegenden die dat hebben georganiseerd. We hebben in onze multifunctionele zaal boven de keuken hebben we een groep bij elkaar geroepen. En er zijn wat sponsoren geweest die zaken hebben gesponsord. Die groep die bestond dus uit genomineerden. Ziekenverzorgende van het jaar. We hebben de mensen van de huishoudelijke dienst ook bedacht dit keer, omdat zij ook een hele belangrijke rol spelen binnen de zorg. Vooral nu met COVID. En natuurlijk de verpleegkundige van het jaar en de verpleegassistent van het jaar. Dus die categorieën hebben we nominaties gehad. En uit de verschillende nominaties zijn dan de verschillende mensen van het jaar gekozen. En binnen ongeveer 2 uren hebben we dat programma afgewerkt en de mensen hebben hun certificaten gehad. Ze hebben waardebonnen gehad, ze hebben de gedoneerde zaken gehad, er zijn wat pakketjes en zo geweest. Dus we hebben ze op de een of andere manier toch goed kunnen bedenken. De directie heeft natuurlijk dankwoorden uitgesproken, de bond was er ook. Dus de predikant. We hebben gebeden, we hebben bemoedigende woorden uitgesproken. Dus op die manier hebben we dit jaar gedaan. Hoe is het nu met de druk van de derde golf en het werkdruk op het personeel, totale personeel van het ziekenhuis? Ja, het is dus opvallend is dus het verschil met de vorige 2 golven, is dat de druk veel hoger is. We hebben verschillende dagen achter elkaar de hele COVID-afdeling met die COVID IC, zoals we toen hadden besproken in een eerdere interview, is dagen achter elkaar vol. Dat wil zeggen dat maximale capaciteit is bereikt en dat ook het team maximaal ingezet moet worden. En bij uitval, je kan niet altijd het rooster compleet invullen. We hebben nu ook weer te maken met besmettingen onder het personeel. Dus er is uitval en dan moeten andere mensen moeten dan dubbele diensten draaien of moeten weer van huis komen nadat ze al naar huis waren gegaan. Dus u begrijpt, die druk is nu veel hoger, omdat het ook al bekend is dat de ziekteverschijnselen bij de nieuwe besmettingen een stukje erger zijn. De groep wordt jonger en de jongere groep belandt ook eerder op die IC. Dus al met al is die druk gewoon verschrikkelijk hoog. We dachten iedere keer van nou hebben we het maximale bereikt, maar iedere keer moeten we weer over onze grens gaan qua inzet en zorg en alles wat erbij komt kijken. Dus de druk is enorm hoog. Ja, en als medisch directeur, hoe speelt u hierop in om toch die druk wat te verlichten? Of zegt u van u bent aan handen en voeten gebonden? Aan de ene kant zijn we aan handen en voeten gebonden. Aan de andere kant werken we nauw samen met de verpleegkundige directeuren.
de medisch specialisten en de andere actoren. Bijvoorbeeld gisteravond hebben we een Zoom-meeting gehad met de medische directeuren van de andere ziekenhuizen. We reiken elkaar de hand. We kijken waar we elkaar kunnen bijstaan. Is er een tekort van het een of ander? Kijken we in het andere ziekenhuis? Vragen we naar anderen waar er bijstand verleend kan worden? Maar echt het grootste probleem is het personeel. En ook daar proberen we te kijken wie elkaar kan helpen met wie en wanneer. Ja. En zegt u dat die gemeenschap zich hiervan voldoende bewust is, de druk die er bestaat? Nee, ik denk dat mensen echt thuis zitten en ja, het is natuurlijk moeilijk voor te stellen, maar aan de andere kant zeg ik, je ziet die beelden en mensen willen iedere keer beelden van Suriname zien, ook die beelden zijn er, maar je hoeft alleen maar naar het buitenland te kijken. Het is geen film die afgedraaid wordt, het is reality, is realiteit, dit is aan de orde van de dag. Ik zit ook thuis, maar mijn hoofd is in het ziekenhuis. Ik denk constant van, wat zal er daar op de afdeling gebeuren? We hebben suspecte mensen in de triage. Zullen die positief worden? Of zullen ze uiteindelijk toch wel naar huis kunnen? Met dat soort dingen zit je. Dan hoor je weer een personeelslid is besmet. En mensen hebben geen besef ervan. Ze hebben geen besef ervan. Als we ze vragen naar het respect voor wat er momenteel afspeelt in de zorg. Dan is het alsof het langs ze heen gaat. En het respect kan je tonen door je aan de maatregelen te houden. Ga niet met z'n allen op een kluitje zitten feesten. En er wordt gezegd van ja, we geven de mensen de schuld. Maar het zijn die gedragingen die ertoe leiden dat die druk op die zorg zo hoog wordt. Toch? Het ene moment is een persoon genezen, kan de afdeling verlaten, maar het andere moment is dat bed weer gevuld met de volgende. En we willen die taferelen niet hebben zoals in het buitenland. Dat mensen op de gang staan te wachten totdat er een plekje vrijkomt. Dat willen we toch niet met z'n allen. En wat is het capaciteit hier voor COVID-opname? Op onze COVID-afdeling hebben we dus nu 23 tot 24 bedden. Ik zeg het even met de reserve, want we kunnen een beetje schuiven voor de, zeg maar de normale COVID. En de IC-afdeling heeft 8 bedden. Ja. En u zei daarnet, mevrouw Nanpande Gopisingh, u merkt dat de mensen die zich aanmelden, besmette personen, ook in leeftijd, steeds jonger zijn. Ja, we zien dus nu ietsje een verschuiving naar de mensen tussen de 30 en 50 jaar. En het lijkt ook alsof zij dus een ergere vorm van de verschijnselen hebben, waarbij ze eerder aan de zuurstof en ook hogere gehaltes van zuurstof nodig hebben. En het ook langer duurt voordat ze van de afdeling kunnen. En ook sneller op de IC terechtkomen vanwege zuurstofnood en het effect op de longen van het virus. Welke andere verschijnselen? De bekende verschijnselen, zoals erge hoofdpijn, lichaamspijnen, koude rillingen, koorts, dat blijft. Maar wat met name verergerd is dus die behoefte aan zuurstof. Ja, en de gemeenschap die kan ook hier terecht om zich te vaccineren. Hoe loopt dat proces, mevrouw Nanpande? Ja, wij hebben dus vanaf het begin, hebben meegedaan met de trainingen van het BOG. Om ook hier in het Landelijk Hospitaal een vaccinatiepost op te zetten. Dat hebben we gedaan vanaf 2 maart. Ik was een van de eerste personen ook die mee gevaccineerd werd. Mm-hmm. En vanaf 2 maart hebben we vrijwel dagelijks onze vaccinatiepost open. Tussen 8 en 12 uur kunnen de mensen hier terecht ook voor hun prik. Ik heb gisteren mijn tweede dosis gehad. En ik ben dus voorlopig klaar met het onderdeel vaccineren. En met die tweede dosis, hoeveel mensen kunnen gevaccineerd worden? Sowieso alle mensen die hun eerste prik hebben gehad, die komen in aanmerking voor de tweede dosis. En wij wachten dan op de instructies van uit BOG om te horen tot hoever we kunnen gaan. Het hangt natuurlijk af van de voorraad. Maar sowieso de mensen die hier zijn geweest voor hun eerste prik, kunnen terecht ook voor hun tweede prik. En hoeveel mensen hebben zich in totaal tot nu toe gevaccineerd of een prikje gehad hier bij het Slaans Hospitaal? Ik heb niet het totaal bij de hand, maar we hebben dagelijks tussen de 100 en 150 en op het maximum hebben we 240 mensen geprikt. En die aantallen krijgt u dagelijks of heeft u ook momenten dat het minder is?
Nadat de berichten over AstraZeneca kwamen wereldwijd over die gevaarlijke bijwerking van die trombose met die verlaagde bloedplaatjes, hebben we wel een hele grote terugval gezien, waarbij we teruggingen naar 30 tot 40 personen per dag. En dat had echt wel te maken met de berichtgeving. Maar nadat van Surinaamse zijde is aangegeven dat we door gaan prikken, hebben we wel weer die stijging gezien in het aantal mensen die zich hebben aangemeld. Dus we zitten weer op die 140, 150 per dag. Ja, en mensen zouden zich gewoon toch wel moeten komen vaccineren, zegt u als medisch directeur? Ik denk, en vanuit de wetenschappelijke onderzoekingen en ook vanuit de ontwikkelingen die zich wereldwijd nu voordoen, bij landen die grootschalig vaccineren, zeg ik ja. We moeten doorgaan met vaccineren, want dat gaat ertoe leiden dat het aantal besmettingen afneemt, de ernst van de besmettingen gaat afnemen en ook het aantal opnames, ziekenhuisbehoeftige mensen gaat afnemen, maar ook de IC-behoeftige mensen gaat afnemen. Dat zien we in landen als Engeland, dat zien we in landen als Israël en daar moeten we gewoon goed naar kijken en ons beleid daarop aanpassen. Ja, maar ondanks vaccin zegt u dat we toch wel nog steeds alle Mohana-regels in acht moeten blijven nemen? Absoluut. Waarom zeg ik dat? Er wordt steeds gezegd van ja, maar je vaccineert en je moet toch al die maatregelen doen. Er is nooit door geen enkele wetenschapper gezegd dat je geen COVID kan oplopen als je gevaccineerd bent. Er is gezegd, je kan besmet raken, maar je wordt voor de ander minder besmettelijk en de verschijnselen die jij zal krijgen zullen veel minder verlopen. Dus ik ben gevaccineerd, 2 doses, maar ik ben nu helemaal niet bang om eventueel COVID op te lopen, want ik weet dat ik rustig thuis ga uitzieken. Ik weet dat ik helemaal niet in het ziekenhuis terecht hoef te komen. Dus dat is eigenlijk waar mensen ook goed over moeten nadenken. Er is niet gezegd dat je niet meer besmet kan raken. Hebben mensen zich hier aangemeld, voor zover u dat weet, mevrouw Nanan Singh, Gopi Singh, met bijwerkingen? Van de vaccinatie? Ja. Jawel. De meest voorkomende bijwerkingen zijn nog steeds een beetje koorts, ook koude rillingen, de nacht na de vaccinatie, lichaamspijn. Maar het duurt niet langer dan 24 uur. Bekend zijn met allergische reacties houden we heel goed in de gaten. Die blijven een half uurtje na het vaccineren bij ons zitten. En mocht er zich iets voordoen, dan hebben we daar de nodige middelen voor om dat tegen te gaan. Ik heb tot nu toe van onze groep gevaccineerden geen hele ernstige bijwerkingen gehoord. Nee, gelukkig niet.